Prins Friso heeft in het Paleis op de Dam de Grote Prins Klausprijs uitgereikt aan de Algerijnse uitgeverij Barzak Editions. Dit gebeurde in aanwezigheid van onder meer koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima. De uitgeverij ontvangt de prijs omdat deze een platform heeft gecreëerd voor een nieuwe generatie Algerijnse schrijvers. Barzak Editions publiceert in zowel de Franse als de Arabische taal en organiseert daarnaast ook publieke discussies, lezingen en tentoonstellingen. Aan de prijs is een geldbedrag gekoppeld van 100.000 euro. De Prins Klausprijs wordt elk jaar uitgereikt aan personen of organisaties die een belangrijke prestatie hebben geleverd op het gebied van cultuur en ontwikkeling. Voor meer informatie over de Prins Klausprijs, kijk op www.prinsklausfund.org.